Dit is een video bij de praktijkcursus Muziek in de Kerk, die ik geef aan organisten en pianisten over het begeleiden van samenzang in de kerk. Deze video gaat over het maken van voorspelen op basis van een setting. Dit kan een uitgeschreven setting zijn, maar ook een zelf geharmoniseerde. Je hoeft er niet voor te kunnen improviseren. Ieder die een setting kan spelen, die kan deze voorspelen maken. Even een vraagje vooraf. Waar is een voorspel eigenlijk voor nodig? En waar moet een goed voorspel aan voldoen? Ik heb afgevraagd, stel je voor dat je geen voorspel zou spelen, maar gewoon in zou zetten. Stel je voor een predikant, een voorganger, die zegt, we zingen lied 540 uit het liedboek en je begint als organist of pianist. Zonder voorspel. Wat zou er gebeuren? Ik denk dat de meeste mensen niet zouden weten welke melodie ze moeten gaan zingen en al helemaal niet op welke toonhoogte. En je loopt een grote kans dat de mensen die wel inzetten, in een heel verschillend tempo gaan zingen. En ik denk dat we daarmee de drie functies van een voorspel te pakken hebben. Namelijk het duidelijk maken hoe die melodie gaat, de toonhoogte aangeven en ook het tempo aangeven. En nog een vierde functie is, wat is de sfeer van het lied? Een blij, uitbundig lied of een ingetogen en misschien treurig lied of nog weer anders. Een eerste voorspelvorm in deze video is om af te wisselen tussen een eenstemmige melodie en een melodie met begeleiding. Een voorspel van Psalm 72 zou kunnen zijn om de eerste regel eenstemmig te spelen en de tweede regel met akkoorden. Nu speel ik een hele regel, eenstemmig, en een hele regel met akkoorden. Je kunt ook ergens halverwege die regel inzetten. Dat geeft een net iets levendiger effect. Ik heb voor een plenumregistratie gekozen voor deze stoere psalm. Je kunt het ook in dezezelfde voorspelvorm veel ingetogener maken. Bijvoorbeeld bij opwekking 464. Een prachtige en denk ik vrij toegankelijke vorm om een lied te beginnen. Deze vorm van voorspel gaat ook prima op piano. En ook de rustige variant van opwekking 464. Het is heel effectvol om eenstemmig te spelen op een toetsinstrument waarop je vaak meerstemmig of vol akkoorden speelt. Een tweede voorspelvorm is het gebruik maken van echo's.
een stukje van een melodie herhaal je op een zachter klavier of een octaaf hoger of een octaaf lager. Bijvoorbeeld lied 641. Nu vind ik het bij zo'n afsluiting altijd wat duidelijker en uitnodigender om niet met zo'n zachte echo te eindigen, maar daar nog een wat steviger regel achteraan te zetten. Ik bedoel dit. Dus niet zo eindigen, maar zo. 2, 3, 4. Maar om bij zo'n laatste regel dan niet drie keer achter elkaar hetzelfde te spelen, kun je de akkoorden iets aanpassen. En dan is even een klein uitstapje voor de mensen die wel over wat harmonische kennis beschikken. Die echo, die laatste echo, die eindigt op een C-akkoord in grondligging. Dit akkoord. Je zou dat kunnen wijzigen in een C-akkoord in een sextligging. Dan voel je wel aan, er moet nog iets achteraan komen. Wat ook kan, is niet een C-akkoord, maar een A-mineur-akkoord. Daar moet ook nog iets achteraan komen. In totaal wordt die laatste regel dan zo. A-mineur, afsluiting. 1, 2, 3... Ja. Op deze manier heb je een heel afgerond en uitnodigend voorspel. Ook op een één klaviersorgel kun je prima echo's maken. Ik deed het nu steeds op een zachter klavier, maar bij een één klaviersorgel kun je een octaaf lager gaan spelen. Dan moet je eventueel wel wat middenstemmen weglaten, omdat anders zou een wat brommerige klank kunnen ontstaan. Maar een octaaf lager klinkt hij zo. Ook een echo-voorspel is goed te realiseren op piano. De echo's kun je natuurlijk spelen door gewoon zachter te spelen, maar het kan ook, net als op een eenklaviersorgel, door een octaaf hoger of lager te gaan spelen. Enzovoort. Een derde vorm is het stapelvoorspel. Bij dit voorspel speel je de eerste regel van het lied eenstemmig. Bij de tweede regel komt er een tweede stem bij. Bij de derde regel een derde. En bij de vierde regel speel je de hele begeleiding. Bijvoorbeeld lied 247.
voor de tweede stem die er bij die tweede regel bij komt, kun je het beste de bas van die setting gebruiken. Maar dan wel een octaaf hoger. Bij de derde regel, dan speel je die bas in de ligging die genoteerd staat. En kies je voor de middenstem, de alt of de tenor van de setting. Dat is gewoon even uitproberen welke het mooiste is. Je kunt ook een combinatie van die twee maken. En bij de vierde regel, dan speel je de complete begeleiding. En speel dan de bas met pedaal, zodat je echt een mooie volle klank als afsluiting hebt. Het stapelvoorspel kan ook goed op piano. Eigenlijk op dezelfde manier als orgel. Het is wel mooi als je bij die laatste inzet, dus zeg maar bij de pedaal inzet bij orgel, de bas geoctaveerd kan spelen, dat je echt nog een wat vollere klank hebt. Enzovoort.